Hallo, ik ben in Amsterdam en ik ga op bezoek bij Ludo en Hedo hier achter mij. Vanmiddag ben ik welkom bij Ola. En Ola doet hele bijzondere dingen. Namelijk cooking below zero. En bijzondere dingen als in ja, bijzonder koken eigenlijk. Ola, vertel eens, hoe ben je erop gekomen? Hoe ben je er zo in beland? Nou, het is een jaar geleden. Ja, ik ben zelf beeldende kunstenaar. Ik heb Rietveld Academie afgerond ongeveer 6 jaar geleden, 5 jaar geleden. Ik heb fotografieafdeling gedaan en dan ongeveer 1 jaar geleden ben ik in een andere avontuur beland. Maar ik wilde meer directe contact met mensen te creëren. En ik heb dus 1 jaar geleden een winkel geopend, ijswinkel. Die ziet eruit als gewoon een ijswinkel, maar het is ongewoon. Wij maken bijzondere smaakcombinaties. Ongeveer gedurende afgelopen jaar hebben we ongeveer 150 smaak ontwikkeld, tabak, vlees, vis, drank, brood, smaak die het meest resonantie kreeg in de maatschappij, dat was een patatje oorlog ijs, dat is een war fries noemen we dat. Garing met appel hebben we ook gemaakt, met mascarpone, lavender en honing, het is best wel een klassieke combinatie. Want jij bent straks ook op de kunst van brood. Ja. Kun je misschien ons al een beetje zeggen wat we dan gaan proeven? Ik heb zeker een idee. Leuk. Natuurlijk, toen het kunst van brood heeft mij benaderd, dacht ik, ik ga kijken hoe ik het hele thema van verschillende. Want brood is heel rijk in traditie, in verschillende vormen. Het is ook aanwezig in alle, alle culturen en maatschappijen. Dus het is heel interessant. Onderwerp om te onderzoeken. Dus ik dacht, ik ga deze mogelijkheid gebruiken om onderzoek naar brood te doen en dat in ijs te vertalen. Dus wij gaan 6 smaken maken die worden verkocht op de festival, op de tentoonstelling. Dat is 1 ding dat wij gaan doen. En de andere, wij gaan een 11-gangen menu ontwikkelen waar het thema van brood centraal staat. En die gaan we serveren in onze tweede locatie waar wij nu zijn. Waar wij veel meer experimentele kant in gaan. Het is niet alleen ijs, maar het is echt een hele fine dining experience waar wij mensen meenemen naar een hele reis door smaken en smakencombinaties. Wij bereiden gerechten hier op de bar, op de counter, waar mensen kunnen. Dit is 8 plekken, dit is 8 plekken in het restaurant. Waar mensen kunnen zien hoe ik gerechten bereid. Dus alles wordt gemaakt vers. Wij werken alleen met verse ingrediënten. Mensen kunnen niet van tevoren weten wat ze gaan krijgen. Wij zijn geïnspireerd door omakase-principe. En omakase is een Japanse fine dining principe. En dat betekent I leave you to decide. Dus onze gasten geven ons vertrouwen dat wij een lekkere ervaring kunnen geven. Min bijna 200 graden, min 200 graden, heel koud. Wij gebruiken ook veel geuren, veel verschillende manieren om die ervaring heel speciaal te maken. Dus als jullie hier zijn, jullie moeten voorbereiden tot een echt een hele bijzondere avond vol van verrassingen en leuke dingen.